een bos groen-witte bloemen. Dat zijn natuurlijk de clubkleuren van de FC. Ja, dan kijken of Melanie ook thuis is. Hoi, mooi. Ja, geeft niks. Ik ben niet van het spijpen, maar van wat ben je toch geweldig. Oh, wat super. Ja. Oh, wat wij hebben van RTV Noord bos bloemen voor jou gekocht. Want je bent eigenlijk een beetje uitgeroemd tot best wel de officieuze spelersvrouw van het jaar. Echt waar? Ja. Oh, wat super. Ja, echt heel leuk. Jij hebt er die geweldig naar je zin. Ja, klopt. Ja. 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 De kinderen ook. En die gaan hier naar school. En de tweede is hier geboren. Zij is hier geboren. En ja, soms moet je inderdaad, Sergio zegt het ook, moet je waarderen wat je hebt. Dus, en dat heeft hij gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Supporters waarderen het. Er wordt ook over gesproken op social media. Ja. Mensen zeggen ook van, ze is nu al de spelersvrouw van het jaar. Oh, echt? Nou, dat is wel heel leuk om te horen. Ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik vind het gewoon heel leuk dat Sergio het zo naar zijn zin heeft en zo goed doet. En Sergio heeft het dus dan ook naar zijn zin, als iedereen het naar zijn zin heeft? Ja, dat is ook heel belangrijk. Als hij het naar zijn zin heeft, weet je, ik zeg ook waar je ook heen gaat. Ik ga toch wel mee, dus... En ik ben heel makkelijk. Ik vind altijd wel mijn draai. En als ik maar met mijn gezin ben, dan is het goed. Want ook wij vinden dat natuurlijk van RTV Noord gewoon geweldig. Dat je het gewoon zo in deze provincie naar je zin hebt. En de kinderen ook. Ja. Ja. En vandaar dus. Ja, het bosbloem. Heel lief. Echt super lief.